De VVD Bergendal heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de hangplek in de parkeergarage aan de Spoorlaan in Groesbeek. Een bord met regels zou daar de overlast tegen moeten gaan. Parkeergarage Spoorlaan is in 2017 in gebruik genomen en 24 uur per dag vrij toegankelijk. Het is dus ook de ideale hangplek, zo blijkt. De VVD wil weten waarom er bij de ontwerpfase van de parkeergarage niet direct nagedacht is over de mogelijkheid dat hier hangjongeren zouden kunnen komen. Er is volgens de VVD geen rekening gehouden met mogelijke hangjongeren of andere leefbaarheidsvraagstukken.